cabine heeft in het voorste gedeelte een opgang naar een kleinere cabine die als bar is ingericht. Op 15 februari maakt de KLM de eerste vlucht met een Boeing 747 naar New York. Tijdens het zomerseizoen zal de frequentie worden opgevoerd tot 20 retourvluchten per week, die gevlogen zullen worden met... Doordat het Amerikaanse toestel de verkeerde afslag neemt, brandt het op dezelfde dag het Amerikaanse toestel.